Studio Hilversum. Hier is Hilversum, de NCRV. Goedenavond, geachte luisteraars. Hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Ze staan op de bres en de kroo is paraat. Hallo, hier Hilversum, hier is de VARA. Hier is de omroep van het vrije woord. Met deze woorden, dames en heren, verklaar ik de AVRO Studios voor geopend. Een nostalgische wandeling langs de Hilversumse studio's, uitgestippeld door Koos Snel. Je schrikt ervan, hè? Je hebt bijvoorbeeld hele lage tonen. Zelfs een hoge toon eruit halen. Beetje hoger. Ik ben de voddeman, geef mij je oude spullen. Er zit voor mij muziek in al die oude bullen. In een verroeste fluit zit nog een hoop geluid. En op een lepelrek speel ik de tijgerrek. Die kachel helleboog is net een toon te hoog. Maar deze po is schoon, zo wonderschoon van toon. Ik kan die oude boel nog best gebruiken. De zaak zit al in kannen en in kruiken. Er zit muziek in een versleten emmer. Er zit muziek in elke oude pan. Ik voel eerst iets voor pianostemmer, maar ik ben nou gewoon een volle man. Ik heb een heel fanfare korps in Lorre en ik haal muziek uit een gebarsten kan. Want wat ik hier en daar weer op te snorren, er zit muziek in voor een volle man. Geef mij een autohoorn, een wasbord of een trechter. En ik speel een symfonie, je hoort het wel eens slechter. Met fietsbel en vergiet, zing ik een liefdeslied. En heus, het klinkt gewoon, als harp en saxofoon. Soms speel ik de kankan, op een oude koekenpan. En ik drum met groot gemak, op iedere vuilnisbak. Je staat versteld van wat ik weet te spelen. Klaroengeschal uit auto-onderdelen. Muzikale Vodeman, liedje van Jaap Valkoff en Hans Ruf junior, door Toby Rix en zijn Toetrix in 1954. Toby overleed op 15 december 2017 op de hoge leeftijd van 97 jaar. Goeiedag, Studio Hilversum, in dit uur een muzikaal portret gewijd aan Toby Rix. Werd geboren op 28 februari 1920 als Tobias Lacunus in Amsterdam. Hij stamt uit een nu niet bepaald muzikale familie. Zijn oom Georges Dubré zong in operettes. Volgens de verhalen van familie stond ik al op 3, 4-jarige leeftijd met alles te trommelen. Maar dat zijn de verhalen van de familie natuurlijk. Hè? Ja. Dat weet ik zelf niet zo meer. Maar later op de lagere school? Het is eigenlijk pas begonnen toen ik van school af was. Ik ben wel dus in die tijd wel bezig geweest met dingetjes en zo, maar dat had niet veel te betekenen. Ik wilde dolgraag
toneelspelacteur, dus toneelspeler worden. Dat wel. Dus dat was echt mijn, het eerste waar ik aan dacht. Dat wil ik worden. Hoe kwam je daarbij? Ja, dat vond ik prachtig. Ik bedoel, dat boeide me. Maar je had ook een voorbeeld. In die tijd. Ja. Van wat ik wist, wat er was, hoor. Ja, wie had je toen de tijd? Nog niet eens Kovendijk of wat ook, maar... ja, de familie de Lamar, Vintje Lamar, Chris Lamar en... ja, er waren nog zoveel van die... Maar dat vond ik prachtig. Maar dan moet ik erbij zeggen, dat dateert eigenlijk pas vanaf een jaar of 14, 15 was, hoor. Voor die tijd kwam dat niet zo... Nee, kwam dat niet uit. En om iets te doen... Ik ben begonnen dus met gitaarles te nemen. Dat is de eerste muziek wat ik ging doen. Nee, mandoline. Ik ging eerst op een mandolineclub. Het was namelijk zo, geld was er niet om iets te doen. Ik bedoel, we hadden het dus niet. Ik kan niet zeggen van nou... Breed. Zoals het nu gaat, je gaat naar een conservatorium of wat ook. Dat was dus niet zo. Ik moest ook gelijk, toen ik van school kwam, voortgezet, gewoon lager onderwijs, heette toen VGLO, moest ik gelijk een baan zoeken, want er moest geld, moest verdiend worden. Dus het was bij ons thuis nou niet zo. Het was geen armoe, dat wil ik niet zeggen, maar er moest geld, er moest verdiend worden. Ja, maar toch bracht u uw jeugd door in de crisisjaren. Ja. Dus dat betekende wel armoe. Ja, dat klopt, ja. Ja, maar ik kan niet zeggen dat wij... Dus nee, armoe kan ik niet spreken, maar... Ja, wel... karig aan. Geld voor extra dingen, bijvoorbeeld voor muziek, les te nemen of wat ook, dat was er niet. Dat is pas doordat ik ben gaan werken, is dat gekomen. Mm-hmm. En ja. Maar toen u ging werken, waar begon u te werken? Ik ben begonnen als een slagersleerling. En dat heb ik inderdaad precies 6 jaar gedaan. En wat ik dolgraag deed. Nee, dat was de nering, verkoop. Oh, ik vond het heerlijk om met publiek... Nou ja, dat was al... Om uitbenen en al dat te voorbereiden, dat doe je achteraf, weet je wel. Dat, vond ik niks, nee. U was eigenlijk een beetje een toneelspelende slager. Ja, zo zeg ik, ja, inderdaad. Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Toby Rix in gesprek met Leo Siepe in het NOS-programma Een Leven Lang in 1992. Toen was Toby 72. Dag en nacht muziek was er toen. Wanneer je van de wooncommissie een eigen huis krijgt, dat is uniek. Dan is je leven met permissie, dag en nacht muziek. Al kost die woning heel wat duiten, al is de huur wel 100 piek. Je blijft van puur geluk aan fluiten, dag en nacht muziek. Met wat zonneschijn op je raamkozijn leef je enkel in verrukking. Maar dan komt de sleur en je goed humeur raakt al aardig in verdrukking. En alle vriendschap voor je buren verandert spoedig in paniek. Er klinkt door alle vier je muren dag en nacht muziek. Want in de straat daar woont al jaren een muzikaal volleerd publiek. Daar maken jazzband en fanfare dag en nacht muziek. En de familie van beneden die oefent trouw in het portiek. Ja, zelfs de baby maakt tevreden dag en nacht muziek. In de achtertuin blaast papa bazuin, het is bijna niet te geloven. En trompettenschal klinkt van overal, en de drummer die komt boven. De kruidenier, de smid, de kapper, ze spelen allemaal magnifiek. Ja, zelfs de poezen maken dapper dag en nacht muziek. Of het nu jazz is of een suite, een beetje bebop of klassiek, het is niet langer te genieten. Dag en nacht muziek, je leeft als in een heksenketel, maar eindelijk word je energiek, dan maak je zelf heel vermetel. Dag en nacht muziek, met een oude bel en een tafelschel en een kromme kurkentrekker, met een
rammelaar, een verroeste schaar, een toeter en een wekker en het gerinkel van wat glazen. Zo klinkt het werkelijk artistiek. De buren roepen in extase. Dat is pas muziek! Ja, een beetje I Want To Be Happy, hè? Dat zou hij later spelen met het Willem Breuker collectief. Dag en nacht, de muziek ook uit 1954 en ook weer een liedje van Jaap Valkhoff en Hans Ruff junior. Tobias werd lid van een showband. Snareninstrument, dus gitaar en banjo's. Zogenaamde banjoband. Mm-hmm. En daar was ik dus gitarist in, gitarist, zanger. Gitarist, zanger, entertainer in de dop. Want ik zong wat liedjes en ik vertelde wat. Ja, ik was een soort entertainer al. En wat voor liedjes zong u? Dat waren in de eerste instantie waren twee soorten optredens. Als cowboys. Dat was in 38 hoor. Dus dat waren de eerste cowboys die zo'n beetje in Nederland ronddwaalden. Cowboy optreden. En daarna hadden we een tweede optreden. Dat was in normale kostuum, normale hemd en broek en zo. Dat bestond uit internationaal repertoire. Dus Hollands, Frans, Duits, Engels. En. Maar dat bleef aanvankelijk beperkt tot Amsterdam, het optreden van deze banjo-band? Ja, Buiksloot kwam je dan of zo. Maar ja, dat bleef beperkt tot Amsterdam, inderdaad. Mm-hmm. En had u veel succes daarmee? Ja, dat was een heel succesvolle band. De Gangmakers heette ze. En dat was een banjo-band, hè? Dat was een banjo-band. En dat was een man of 10. Ja, zo'n man of 10. Mm-hmm. Gitaren en banjo's, dat was het eigenlijk. Maar dan speelde u al een beetje country en western. Ja, dat was toen. Dus zeg ik wat een deel optreden als cowboy. Dus cowboy en western repertoire. En het andere was een internationaal repertoire. Mm-hmm. Dat is dus mijn, ik kan wel zeggen, mijn basis, mijn wieg tot mijn latere cowboy optreden. Hoe kwam u dan bij die muziek terecht dan, de country en western muziek? Had u dat gehoord op de radio? Ja, dat hoor je op de radio. Was dat populairder dan bijvoorbeeld de jazz? Of? Nou, het was niet je kan niet zeggen dat het populair was. Ja, het is moeilijk om dat op een weegschaal te leggen. Ik denk dat het ongeveer gelijk geweest als Rijn. Ja. Maar kun je dan ook zeggen dat bijvoorbeeld de jazz wat meer bestemd was voor de intellectuelen, terwijl de country western meer bestemd was voor de mensen die gewoon in grote zalen terechtkwamen en dan probeerden daar aandachtig naar te luisteren? Of? Ja, nou, ik geloof dat jazz ook niet direct iets met intellectuelen te maken had. En, nee, ik geloof geen van twee. Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van, het spreekt je aan of niet. Mm-hmm. Ik kan dus daar moeilijk op teruggrijpen of misschien professor die en die de voorkeur gaf aan jazz of aan cowboy songs, dat weet ik dus niet. Maar wat voor mensen kwamen in die zalen dan, waar u optrad? Bij die voorstellingen van die banjo-groep? Dat was toen hoofdzakelijk ook het verenigingsleven. Waar vooral verenigingen waar we toen voor optraden, dat wel, ja. En in andere gelegenheden, ziekenhuis of zo, weet je wel. Dat was in mijn amateurtijd. Mm-hmm. Dat waren amateurs dan, hè. Ik praat over amateurisme. En daarmee, dus als twee jongens met gitaar, traden we op in wat je toen had, het cabaret der onbekenden. Dat was op het Frederiksplein. En daar kwam gewoon publiek, dus echt betalend publiek. Maar de artiesten die optraden waren allemaal uit de amateur sector. Mm-hmm. En daar traden wij dus op als twee jongens met Sneezy en Snoozy. Heette dat. Hoe op die naam komen. Ik moet erop lachen. Oké. En daar trad tegelijkertijd ook op een zekere Marieke Jansen. En ja, zo is het gekomen, hè?
Wat gebeurde er? We werden verliefd op elkaar, Marietje en ik. Het was mijn eerste grote liefde. Wat lag meer voor de hand dan moeten we ook samen gaan zingen ook. Toby en Marietje Jansen, die andere waar hij het over had, was gitarist-zanger Bob Geskes. Toen Amerika bij de Tweede Wereldoorlog werd betrokken, mocht men vanaf december 1941 geen Amerikaans meer zingen en zeker geen cowboy songs. Toby en Marietje die gingen over op Spaans. Alleen Toby Ricks en Marietje Jansen worden genoemd, maar ik hoorde toch nog een derde stem. Dus ik denk dat Bob Geskes hier ook wel bij zat. Ze noemden zich Los Magelas. Ze brachten van Maria Grever, die schreef de tekst en muziek voor de Quiero de Giste, ook bekend als Mucho 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 of Magic is the Moonlight. De bladmuziek is te vinden op www.muziekschatten.nl, het arrangement van Pie Scheffer uit 1956 voor het orkest van Malando. Marietje en haar mannen in het gebouw van KNW, Kunst en Wetenschappen in Den Haag, eind 1941. In 1943 viel het doek voor Los Magelas. De liefde tussen Marietje en Toby was ook voorbij. Marietje verkoos orkestleider klankregisseur André Smit boven Toby. Het Spaans lag er goed, ze ging verder onder de naam Maria Zamora en had na de oorlog successen met haar ensembles De Amigos, later De Muchachos bij de AVRO. Mama Albion werd een grote hit in 1954-55, gevolgd door onder andere Pepita de Mallorca, El Marinero, Suku Suku. Daar pikte zij een graantje van mee, want er waren vele versies van Suku Suku, origineel van Ping Ping. Tobias die ging na 1943 nog even door als solist onder de naam Pedro Lacuna. Hij speelde mondorgel, klarinet en banjo en werd geïnspireerd door de Nederlandse komiek Guus Broks en de Amerikanen Spike Jones en Danny Kaye. De artiestennaam Toby Ricks werd verzonnen door collega-artiesten die met hem op tournee waren in de oorlog. Het werd steeds moeilijker om op te treden en in het laatste oorlogsjaar moest Toby zelfs onderduiken.
In 1945 werd dochter Marusha geboren. Ze zou een veelgevraagd zangeres en actrice worden. Bij het grote publiek werd ze vooral bekend als Tika, de dochter van Tita Tovenaar. In 1947 werd zoon Geert-Jan geboren. Hij maakte zijn eerste plaat in 1964, Uptight en I'm Watching My Watch, ging na het Knokkenfestival in 1967 in Duitsland werken, veel achtergrondwerk en producties met onder andere Donna Summer, Boney M., La Bionda, Gitte. Hij overleed 3 januari 2016 op het eiland Rodos, 68 jaar oud. Dus vader Toby overleefde hem. Na de oorlog ging Toby hier en daar optreden, onder andere tijdens de tournees van het Orkest van de Naam onder leiding van Gerde Roos, georganiseerd door de KRO. Toby werd een graag geziene gast. Hij trad daarnaast ook op met het Rainbow Trio, bestaande uit zijn vrouw Sid Groenhuizen, haar broer John Groenhuizen en de zingende korporaal van de luchtmacht, Joop de Knecht, die op 20 september 1952 zijn debuut had gemaakt bij het Orkest zonder naam, met het succes van Frankie Lane High Noon. In die periodes ontstond de Toetrix. Toby Rix, u heeft uw Toetrix momenteel in 2 koffers. Ja. Daar gaat u de hele tijd mee op pad. Koffers. Wat zegt u? Dat wordt vervoerd in 2 koffers, ja. Mm-hmm. Dat klopt. Mm-hmm. Heel compact kan ik het vervoeren. Ja. Uitgepakt is het nogal een behoorlijk apparaat. Ja. Hoe lang duurt u erover om die Toetrix op te bouwen? Nou, zo'n 10 minuten, zeg maar. Mm-hmm. 10 minuten om op te bouwen en te prepareren. Ik moet, er zit bijvoorbeeld pistoolschoten op enzovoort. Dan moet het allemaal gevuld worden en zo. En toeters op de juiste hoogte zetten, ja. Kan er 1 koffer opengemaakt worden? Ja. Nou, het zit in 2 koffers. Ik zal er alle 2 openmaken, oké? Okay? Ja. Hier zit een heleboel troep en oude toeters. En hier... Plus het rek, zo waar het inkomt, wat uitgebreid wordt enzovoort. Dat wordt verlengd en verbreed. Dus ja. Erg compact, zoals je het ziet. En wat voor toeters zijn dat? Dat zijn, bijvoorbeeld hier. Dat zijn toeters, die zijn zo'n jaar of 80, 90 oud. Je zou zeggen, nou, het is nog niet antiek, maar opus tijd, hè? Ja. Je schrikt ervan, hè? Je hebt bijvoorbeeld hele lage tonen. Dat is een hoge toon eruit halen. Beetje hoger. Nog hoger. En voor klaksons. Hier. Dan heb ik nog bekken, zie je ook. Hè. Dus allemaal wat geluid maakt. En hier. Een sirene horen. Wie auto les gaat nemen, die leert de eerste keer dat hij vooral moet wezen. Heer in het verkeer, na 20 lessen, oh maar, vergeet hij dat alweer. Want heusje wordt niet zomaar heer in het verkeer. Hendels, knoppen, rijen, stoppen, zegt de instructeur je. Tegen een fietsie, halt politie, vriendje, ik bekeur je. Wat helpen dan je klachten, al was het de eerste keer. Je was slechts in gedachten, heer in het verkeer. Je koopt een tweedehandsie, maar dan zegt hij meneer, ik geef je geen garantie, heer in het verkeer. Geen spatje chroom of nikkel, wat gaat dat ding tekeer? Je voelt je in dat vehikel, heer in het verkeer. Alles weigert als die stijger over hobbels eien. Als de kruk als maar niet stuk was, zou die weten rijden. Je remmen zijn versleten en je toeter werkt niet meer. Maar toch blijf je verbeten, heer in het verkeer. Je tank, daar zit een lek in en je slingert heen en weer. Daar reed je haast een hek in,
Weer in het verkeer, het is haast niet te harden. Wat gaat dat ding tekeer? Daar springt een bond aan flarden. Hier in het verkeer, tegen een winkel, glas gerinkel in de etalage. Twee agenten, dat kost centen, oh wat een ravage. Wanneer je bont en blauw ziet, besef je eens te meer. Een mens wordt heus zo gauw niet, hier in het verkeer. De eerste opname met de Toetrix in 1954, Heer in het Verkeer. Tekst van Jaak Valkoff en Hans Ruf junior op No Parking Here van Gene O'Quinn. Op de B-kant, Jij hebt mijn hart gebroken. De volgende was Dag en Nacht Muziek met op de andere kant de muzikale Voddeman. U hoorde ze beide al. In 1955 een persiflage op de hit van Ursa Kitt met een tekst van André Meurs. Die zou trouwens alle volgende platen van tekst voorzien. Ushkadara. Ushkadara, waren zo mooi. Kleine stille stadje in Turkije. Ja, niks verstoorde die rust, behalve 's morgens de haan. En 's avonds de ondergaande zon. Maar wat is over van Ushkadara? Nu eentjes weg en rust verstoord door benzinemonsters. Babari, babari! Ouderlijk huis, zo mooi, altijd ook thuis grote rust. Tenminste, als vader niet thuis was, kwamen hij thuis dan, was de boot aan. Arm huis, zo mooi, al die herinneringen. Woest verdaria, Ushkadara, al jouw rust verdreven. Ik kon daarin, Ushkadara, niet meer leven. Wagens, wagens, wielen, wielen, wagens in een lange rij. Niemand kwam en ik zal je meer vragen, was er niet meer bij. Ushkadara, ik was weer terugkomen bij jou. Als benzinemonsters verdwenen en ezeltjes weer op de straat. Want Ushkadara, want... Dag, zie meneer. Ja, ik komen. Eerst moet die plaat af. Als die tijd ooit terugkomen, zullen de ezels weer de baas zijn. Ushkadara, Ushkadara, door de rust van jaren. Ik zal daro, hero, je in mijn hart bewaren. Wagens, wagens, wielen, wielen, wagens. Jan van Duizel, stop, 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 stop! Ushkadara. Op de B-kant kon Toby zijn imitatiekunst kwijt bij de jukebox.
kom ik eens ergens binnen waar zo'n grammofoonkast staat. Begint men al te zuchten, oh het is alweer zo laat. Dan wissel ik voor dubbeltjes het geld dat ik bezit. Straks staat de kast roodgloeiend en de eigenaar spierwit. Want hoor ik voor een dubbeltje het plaatje naar mijn wens. Dan voel ik mij gewoon een ander mens. Voor dat ene dubbeltje geniet ik zo intens. Dan voel ik mij gewoon een ander mens. Wanneer aan cleaning windows met die banjo spelen gaan, verbeeld ik mij dat ik daar sta te zingen op die plaat. Oh, the blessing bride, she looks divine. The bridegroom, he is doing fine. I'd rather have it yet than mine. When I'm cleaning windows, oh, in my profession, I work hard, but I never stop. I climb the clinking ladder till I get right to the top. Dubbeltje, het plaatje naar mijn wens. Dan voel ik mij gewoon een ander mens. Voor dat ene dubbeltje geniet ik zo intens. Dan voel ik mij gewoon een ander mens. En hoor ik op de plaat dan weer iets Surinaams of zo, zit ik in mijn verbeelding al in Paramaribo. BB met R, dat is bruine wonen met rijst. BB met R, dat is bruine wonen met rijst. Zolang er op de wereld nog één dubbeltje bestaat en ik mag het gebruiken, nou dan draai ik weer een plaat. Muziek is spijs en drank voor mij en als je het zo beziet, is als ik weer een strek heb, heus een plaat zo gek nog niet. Want hoor ik voor een dubbeltje het plaatje naar mijn wens, dan voel ik mij gewoon een ander mens. Voor dat ene dubbeltje geniet ik zo intens. Dan voel ik mij gewoon een ander mens. En als we op de plaat dan van Hawaii zingen gaan, zie ik mezelf al dansen met een hula rocky aan. Oh, ame, ah, ale, ah, hi, ne, ala, ah, hi. Want hoor ik voor een dubbeltje het plaatje naar mijn wens, dan voel ik mij gewoon een ander mens. Imitaties van George Formby, Max Zaworski senior en de Mois, elk willekeurig Hawaiian ensemble. Je kan zeggen Ripley Edwards bijvoorbeeld of Felix Mendelssohn met zijn ensemble. In 1956 brak Toby Ricks goed door bij het grote publiek met een persiflage op Malagueña. Een succes van het trio Los Paraguayos. Daar woonde eens een torero, die al doodde hij was tiro's, dat niet deed met echt plezier's. Daar hij in zijn hart een lid was, van de stierenbeschermingas, huilde hij soms hele nachtoos, en dan zei zijn vrouwtje zachtoos. Malleveen. Kom maar bij Rosa, heb jij weer last van een stier? Oh, yeah. Oh, wat een klieren die dieren. Malefant, kom maar bij Rosa, huil nou niet, of Rosa wordt boos, ja. Thank you.
weer zo'n benarde. Kon hij het niet langer harden en behuilde hij met tussenpoza de pyjama van zijn Rosa. Hij bezwoer toen van zijn levos om zijn beroep was op te gevos. Hij had het toch weer zo benauwd, ja, en weer zuste hem zijn vrouwtje. Ja. Malleveld, kom maar bij Rosa. Heb jij weer last van een stier? Oh, 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 yeah. Oh, wat een klira die dieren. Malleveld, kom maar bij Rosa. Huil nou niet, of Rosa wordt boos, ja. Huil nou niet, daar kan ik niet tegen. Hoe heb ik zo'n vet gekregen? Oh, 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 jee, oh, jee, 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 oh, jee, oh. Ik ga weer terug naar mijn moeder. En zij ging heen. Wat je pakt, je slaat maar op een ding, dat is de toeterikse boogie. De toeterikse boogie. Bing bang boogie, toeterikse boogie. Toet toet. Een auto hier, een auto daar. Stoplicht rood, het is weer voor elkaar. Voor de toeterikse boogie. De toeterikse boogie. Ja, voor wie de roegie. De toeterikse boogie. Toet toet. Daarom toeter ik niet meer, maar als ik thuis kom vraag mevrouw, speel voor mij dan nog een keer. De toeterikse boogie, de toeterikse boogie. Speciaal op haar verzoekie, de toeterikse boogie. Toet toet. Sta ermee op en ze gaan ermee naar bed. Met de toeterikse boogie. De toeterikse boogie. Binge bange boogie. Toeterikse boogie. Toet toet. Toetriksboogie van André Meurs. En hij schreef ook de tekst bij Malaguinha Malaventja, Toby Rix 1956. Voor een dubbeltje had je 1 plaat in de jukebox, voor een kwartje 3. Vroeger nam ik steeds maar 1 plaat voor een dubbeltje. Vader platenhonger is sindsdien vergroot. Zodat ik nu voortaan 3 stuks voor een kwartje neem. Want muziek, dat weet u, smaakt me meer dan brood. Waar weinig komt als ik wat kwartjes heb gestort. De kans op ook een plaatje voor een ander kleiner wordt. Voor een kwartje, krijg je er 3.
drie en voor een dubbeltje maar één. Voor een kwartje is het beter met z'n drieën dan alleen. En de eerste man die ik zijn lied laat kwelen, moet met mij het hart van Rosemarie maar delen. Voor een dubbeltje maar één. Voor een kwartje is het beter met z'n drieën dan alleen. Bij de tweede plaat die ik altijd laat draaien, staat mijn hart voor Mexico in lichter laaien. Mexico. Draaien wil, spijt me dat u aan geen kwartjes helpen kan. Maar ik voel dat is om mij te laten weten dat ik toch voor een dubbeltje geboren ben. Daarom ik smeek u, dan is al het leed voorbij. Breng ieder kwartje dat u wisselen kunt voortaan bij mij. Voor een kwartje krijg je er drie en voor een dubbeltje maar één. Voor een kwartje is het beter met z'n drieën dan alleen. Nummer drie waarvoor mijn huis nog eens in brand gaat, is het lied dat hierbij aan de andere kant staat. Voor een kwartje laat ik u nu met tante Greet alleen. Bao, waldo, papa, eerst een kwartje en dan ga ik van u heen. Imitaties van Slim Whitman, Rosemary. De bladmuziek is te vinden in de categorie salonmuziek bij www.muziekschatten.nl. En Mexico, toen de tijd een succes van Luis Mariano, later bijvoorbeeld voor de zangeres zonder naam. Intussen heb ik die plaat omgedraaid, want dat moesten wij doen. Tante Greet, de kender. Bel. Oh, 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 ex-tante Greet, ik kende haar. Ze wist wat ze was, zo gewoon. Begreep meteen dat ze als meisje alleen niet deftig kon doen van der loon. Ik knie. Voor de wiel. Oh, ex. Oh, ex. Oh, jongens, stop nou, stop. We zijn er toch al. Ex. Tante Greet, ik kende haar. Slechts eens ging ze mee met een clown. Maar wat verdriet, ook dat lukte niet. Omdat
knaan. En zei maar twee woorden, night down. Persiflage op de grote hit van The Platters, The Great Pretender, Toby in 1957. Buonasera, succes van Louis Prima en Collagia, bijvoorbeeld van Hank Williams, werden in 1958 gepersifleerd. Daarna een bewerking van The Purple People Eater van Shep Woolley, in een tijd dat er door de lancering van de Sputnik in 1957 en de hoorspelserie Sprong in het heelal van de KRO veel belangstelling was voor de ruimtevaart en de daaruit voortgekomen wezens. De groene grotte griezel. S'avonds op straat liep, schoot in pijlsnelle vlucht een vliegende schotel omlaag uit de lucht. Er stapte iemand uit van een onbekend ras. Ik wist meteen dat dit de groene grotte griezel was. Een goeie grutte, wat een gruwelijke grote groene grotte griezel. Grenzeloze gruwelijke grote groene grotte griezel. Als je hem ziet, die grote groene grotte griezel, blijf dan uit de buurt. Want ik had pas gelezen, maar toen zei het magie s'nachts dat die grotten en griezels bestonden op Mars. Maar nou ik dit zag, dit monster met dat gruwelijke hoofd, als ik het zelf niet gezien had, had ik er nooit aan geloofd. Een goeie grutte, wat een gruwelijke grote groene grotte griezel. Grenzeloze gruwelijke grote groene grotte griezel. Als je hem ziet, die grote groene grotte griezel, blijf dan uit de buurt. Toen ik die griezel zag staan, groen gekleurd als het gras, haast zo groen als ik zelf toen ik 17 was. Zo groot als een toren en zo breed als een huis, wist ik zeker in Maduro dan hoort hij niet thuis. Zo goeie grutte, wat een gruwelijke grote groene grotte griezel. Grenzeloze gruwelijke grote groene grotte griezel. Als je hem ziet, die grote groene grotte griezel, blijf dan uit de buurt. Hij had een bult op zijn kop als een poffertjespan en hield in zijn klauwen de oorzaak ervan. Ik zag wat het was, mensen, dat raai je nooit. Het was een Sputnik die een Rus naar zijn kop had gegooid. O goeie grutte, wat een gruwelijke grote groene grotte griezel. Grenzeloze gruwelijke grote groene grotte griezel. Als je hem ziet, die grote groene grotte griezel, blijf dan uit de buurt. Naast die bult op zijn kop, die maar tijdelijk was, zat een soortement toeter, die hoorde bij het ras. Een toeter met gaatjes en daar speelde die op. Hij speelde echt wat je noemt, alles zo uit zijn kop. Geen mens kon die griezel zijn toeter weerstaan. Dansend zijn ze met hem naar zijn schotel gegaan. Ze hosten naar binnen, het was één rock'n'roll. En omhoog ging die griezel met zijn schoteltje vol. Goeie grutte, wat een gruwelijke grote groene grotte griezel. Grenzeloze gruwelijke grote groene grotte griezel. Als je het ziet, de grote groene het meisjeskoor Capriccio onder leiding van Co van de Heide Wijma, de groene grotte griezel. Op de B-kant imitaties in De Zingende Voetballer. Erg leuk in mijn herinnering, nooit meer gehoord en is ook nergens meer te krijgen, heb ik het idee. In 1959 De Criminal Tango was een Italiaans lied van Piero Trombetta. In Duitsland een succes voor het Hartje Oosterwald Sextet. Daarbij kreeg Toby concurrentie van De Wama's. Tekst ook weer van André Meurs. Criminal Tango in de taverne, donker gestalte bij roze licht. En die dansen naar de tango, blonde leen en blauwe Gerrit. Gerrit zegt als ik hem leeg drink, dan weet jij wat dat beduidt. Zij knikt ja en plots ontdekt ze, loerend aan de bar of aan de rum. Gerrit drinkt, zij krijgt de kriebels, doet dan snel de lichtjes uit.
taveerne. Donkere gestalten, lokkende deerne. Iedere avond kan het gebeuren. Tastbare spanning dreigt in de lucht. En zo dansen ze de tango, allen die daar niks van weten. Iemand zegt wat enig en het wordt er hier wel eens een bekeurd. Maar zij kunnen ook niet gissen dat er tussen maan en zon ligt in de nachtelijke taverne zoveel griezeligs gebeurt. Criminal tango in de taverne. Donkere gestalten, lokkende wereld, gelurende blikken, stijgende spanning. Dan klinkt sinister, huilend een schot. En wie dansen daar de tango? Blonde, leen en blauwe gerrit. Dus wie kan er wat bewijzen? Gerrit heeft niet stilgestaan. De politie vraagt al Vlaanderen wie er op hem heeft geschoten. Maar die staan slechts nog. Ina! En die heeft het niet gedaan. Criminal tango in de taverne. Donkere gestalten, lokkende deernen. Wat zal er morgen moeten gebeuren? Want u wordt vervangen, nooit meer vervangen, nooit meer vervangen. Ik versta dat laatste woord niet. U misschien wel, de criminal tango. Op de B-kant een fraaie persiflage op The Three Bells, de hit van The Browns in 1959. Dat was natuurlijk Letra Cloche van Jean Villard uit 1939. In 45, 46 een hit voor Edith Piaf en Le Compion de la Chanson. De bladmuziek daarvan is te vinden op www.muziekschatten.nl. Ja, ja, het was mijn kleine Klaasie. Als baby al hetzelfde lied. Hij sliep zich rond als een edamarcatie. Maar wakker worden kon hij niet. Op school liet hij ook steeds verlet gaan. En toen juf naar de reden vroeg, zei hij, ik heb drie wekkers bij mijn bed staan. Maar dat is blijkbaar niet genoeg. Als de wekkers ringelingen, is er iets met zijn gehoor. Want het lijkt alsof ze zingen, Klaasie slaapt maar lekker door. Zijn vakantie, dat is nog gekker, bleef hij zitten in de klas. Omdat hij ondanks een wekker op de laatste schooldag lekker daar in slaap gevallen was. Helaas, het werd met grote Klaasie niet beter toen hij trouwen moest. Al keek hij heus nooit diep in het glaasie. Die dag lag hij weer in diepe roes. En wat zijn wekkers ook probeerden, hun baasie sliep maar onverflauwd. Zijn bruid was toen hij eindelijk reageerde, al lang en hoog en breed getrouwd.
de wekkers ringelongen, klonk het bruidslied van het koor. Het was net alsof ze zongen, Klaasie slaapt maar lekker door. In zijn droom werd het nog gekker, want zijn bruid zei lieveling, ik wil geen ring, ben jij niet lekker, koop voor mij een mooie wekker, waar ik de tweede stem bij zing. Helaas, het werd voor ouwe Klaasie een slaperige ouwe dag. Want waar vind je een wekker in onze natie die tegen zo'n slaap iets vermag? Als stuurde men uit vreemde landen veel klokken, wekkers enzovoort. Ze gingen door zijn slaperige handen, niet één heeft ooit zijn slaap verstoord. Als de wekkers ringelingen, en dat komt nog alles voor, is het net alsof ze zingen, Klaasie slaapt maar lekker door. Maar opeens, dat was nog gekker, werd hij wakker met een gil. Hij sliep door bij elke wekker, bij 10 wekkers één zo lekker. Maar nou stond er eentje stil. Hoor u dat? De wekker die speelde Help! De drie wekkers. In 1960 een echte hit voor de Nederlandse bewerking van My Old Man's a Dustman van Lonnie Donegan. Ook weer een tekst van André Meurs. Ik ga een man bezingen, een onbegrepen held. Hij heeft geen rang of stamboom, nog minder heeft hij geld. Die man is mijn vader, kijk mij maar eens goed aan. Dan zeg je, dat is het zoontje van onze vuilnisman. Oh, mijn vader is een mooie vuilnisman. Hij pakt altijd van alles, behalve vuilnisman. Zo kwam er een oude juffer en Holland achterop. Nou vergeet je mij, kan ik er nog bij? Ja, spring maar achterop. Heeft mijn pa nooit bekoord. Hij wenst je heil en zegen, gewoon omdat het zo hoort. Maar als je hem geen fooi geeft, vergeet hij zijn beroep. Wat een ander gaf voor de vuilniskar, vind jij dan op de stoep? Want mijn vader is een mooie vuilnisman. Hij pakt altijd van alles, behalve vuilnisman. Kijk nou eens, van wie is die jurk die hier op de vuilnisbak ligt? Van u, mevrouw? Ja. Nou, wil je hem gauw weer eens aantrekken? Je mag zo niet in de zaal zitten. Zijn er nog mensen die een groter vuilnisvat willen hebben? Ja, hier! De bodem maar uittrappen! Laatst bracht een mooie juffrouw in een nylon nachtgewaad. Ze dacht, geen mens die ziet me, er vuilnisvat op straat. Ze schrok zo van mijn vader, dat 1, 2, huppakee. Sprong ze in de vat, maar pa zei, mens, je kan nog jaren mee. Oh, mijn vader is een mooie vuilnisman. Hij pakt altijd van alles, behalve vuilnisman. Ladies and gentlemen, now we present you the real Dixieland vuilnisman.
vat vol stompers. Oh, one, a two, a three, and four. Gevuld met lekkere dingen als gehaktbal en kroket. En schande riep ie, had dan soms jouw hond daarin geen zin. De slager zei, dat kan wel zijn, maar die hond die zit erin. Maar er is een mooie vuilnisman. Hij pakt altijd van alles, behalve vuilnis aan. Ziet u soms naast uw emmer iets rippeligs en klein? Toe gooi het er alsjeblieft niet in, want het kan mijn vader zijn. Toby Ricks met een orkest onder leiding van Jack Bulteman en nep publiek. Op de B-kant Clementine, naar aanleiding van de hit die Bobby Darin met dit oude lied had. In 1961 geef mij de Couscous Marie en Suikersnoepie en een reclameplaatje voor een theepot van de Koninklijke Metaalwarenfabriek Daaldrop NV. De muziek van Paulienke, Theophile, met een tekst van Martin Hendricks. Het orkest staat onder leiding van Ger Daalhuizen. Eens voor een etalageruit, daar stonden samen oor aan tuit. Familie Theepot in een kring, de jongste spruit er middenin. Het was nacht, de winkel was potdicht. Alleen op straat wat schemerlicht, heel zachtjes hoorde ik gepraat. Je weet hoe zoiets gaat. Ik dacht direct, hé, wat is dat? En lei mijn oor aan het sleutelgat. Toen kon ik alles goed verstaan. Zo'n kans mocht ik niet laten gaan. De potten praten door elkaar en keken heel bewonderend naar de jongste in het huisgezin. Die was wel naar hun zin. Jan Langtuit zei, maar dat is sterk, hij is niet van echt werk. Hij is ook niet van porselein, wat zou dat voor een theepot zijn? Piet Dikbuik bromt van midden voor, kijk toch eens naar dat open oor. En waarom glanst die toch zo fijn, dat moet een wonder zijn. Zelfs tante Jans riep, dat is frappant, die theepot heeft een dubbele band. Zet beurs en thee ligt maar opzij, die ramslam is er niet meer bij. Je zet hem zo op tafel neer en de thee is heerlijk, telkens weer. Zeg, waar komt dit jongmens vandaan? Flip, vraag eens naar zijn naam. Flip Grootoor roept van de andere kant, hé, hey, kom jij ook uit Nederland? Jazeker, ik kom net uit Tiel, daar doopte ze me Theophile. Mijn tweelingzusje Dorothee, daar maakte u reeds kennis mee. Het gezelschap knikte welgemoed, ze kenden haar heel goed. De dag daarop ging ik erheen en kocht Theophile en anders geen. Als theepot is ideaal, hij overtreft ze allemaal. Steeds blijkt het nut der dubbele wand, de temperatuur blijft steeds plezant. Oh Theophile, je bent mijn rechterhand. Oh Theophile, je bent zo mooi en slank van lijn. Oh Theophile, de dag zou zonder jou niet zijn. Oh Theophile, je bent van Daaldrop kwaliteit. Oh Theophile, ik wil je nooit meer kwijt. Ik wil je nooit meer kwijt. Ik wil jou nooit meer kwijt. Theophile, op de B-kant inderdaad Dorothee. In 1962 Griezelen in bed, dat was Ohne Krimiket die Mimi nicht in bed van Bill Ramsey. En op de andere kant Kukurukuku Paloma, dat lied van Thomas Mendes uit 1954. Toentertijd weer een hit voor Katharina Valente, ook gebracht door Harry Belafonte. Waarom, oh mijn Paloma, ging jij die morgen toch weg van mij? Alles wat jij me liet en dat ligt er nog, is je koude ei.
Vroeg was in de vieren, vloog zonder afscheid zo maar je nest uit. Ik sta hier op een plakje en krijg mijn lokroep naar oost en west uit. Nooit op de radio gehoord. Ik denk wel hoe dat komt, want onderweg zingen ze Koekeloer me moer. Ik lag bijna op de tafel toen ik dat weer hoorde. Toby Rix deed ook mee aan de Beatle-rage. Op de hoes zien we hem met een Beatle-pruik. Hij zong hand in hand, dat was I Wanna Hold Your Hand en Yeah, 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 dat was She Loves You. Het lijkt me verstandig om die niet te laten horen, is voorhanden. Maar dan krijgen we last met auteursrecht, heb ik het idee. En zo geweldig was het nou ook weer niet. U heeft al heel veel gehoord van Toby Rix. Hij werd gastact in de Snippersnap-revue met Willy Walden en Piet Muizelaar, de revue van René Sleeswijk. Ook samen met zijn zoon Geert-Jan, oftewel Jerry Rix, die had in 1964 zijn eerste plaat gemaakt, dat zei ik al aan het begin. Uptide met op de andere kant I'm Watching My Watch. Maar daar gebeurde iets ergs. Beren Boudewijn. De brand in het gebouw in Den Haag van KNW, dat vrijdag de 18e jongstleden geheel verwoest werd, met daarin een groot gedeelte van het materieel, de decors van de Snip en Snap revue. Wat er met het gebouw van KNW gaat gebeuren is niet helemaal duidelijk. Het is het eigendom van de heer Zwolsman. Maar wat
de Snippersnap-revue van René Sleeswijk gaat doen, is wel duidelijk, die gaan door. Die hebben met onder andere Toby Ricks een première, kun je wel haast zeggen, in Utrecht op de 18 januari. Deze foto is nog een van de weinige dingen die we uit de uitstalkast konden redden. Die is een beetje vies in het water. Maar de heer Ricks niet, maar die zit met een probleem. Die is namelijk iets kwijt van zijn instrumentarium. Uw zogenaamde, hoe heet dat ding? Toetrix. Oh ja, die zit vol met deze... Met toeters, klaxons, bellen, koude belsirene, knaleffect af en allerlei dingen die erg hard, erg veel geluid maken. En die hebt u zelf gebouwd? Ja, die heb ik zelf helemaal. Hoe lang heeft het geduurd? Nou, precies kan ik het niet zeggen, hoeveel jaar, maar het heeft al een paar jaar in beslag genomen. Ja. Zullen we een klein stukje horen van hoe dat ding klinkt, hoe dus deze dingen klinken in de praktijk? Geleden, hier in het verkeer. In het verkeer, dat was de eerste opname met dit apparaat. Hoeveel toeters en dingen zijn er met elkaar? Bij elkaar, het hangt er vanaf, hangt van de opname af. Hè. Ik bedoel, er zijn plaatjes of nummers die ik doe waar ik met 16 of 18 kan volstaan, maar er zijn er ook waar ik een 35 nog niet genoeg heb. Ja, u zit nou met de moeilijkheid, u hebt geen instrument. Nee. Wat doen we eraan? Ja, wat doen we eraan? Er is al iets over in de pers geschreven en zo. En ik moet zeggen, de reactie die erop gekomen is, nou, is beslist buiten mijn verwachting. Dit zijn ook al geschenken, hè? Dit zijn geschenken van vandaag, ja. En dit zijn dus autotoeters. Dat zijn autotoeters. Die moeten ook gestemd worden? Ja, die moeten ook stemmen. Ook van hoog tot laag. Ik zou bijvoorbeeld van een lage horen, kan ik bijvoorbeeld geen hoog F of hoog G maken. Dus dat hangt vanaf het materiaal wat ik doe. Nou ja, we zullen maar hopen dat er mensen en kijkers zijn die thuis nog wat toeters, bellen enzovoort hebben voor Toby Ricks. Als u dat wilt sturen naar de VARA, zodat hij de 20e weer met zijn nummer kan optreden, dan vragen wij of u ook uw naamkaartje aan het ding zelf wil bevestigen. Aangezien als hij het niet kan gebruiken, hij het niet wil houden en het dan terug kan sturen. Dus het naamkaartje aan de toeter. En bovendien hebben we al iemand die dus een toeter komt aanbieden, namelijk iemand die bijzonder veel toetert, Herman Stok. Nou ja, Berend, je zegt bijzonder veel toetert, maar ik heb in de tijd in Zwolle in een top-of-flop-uitzending laten doorschepen dat ik zelf graag een toeter wilde hebben. Daar heb ik nogal wat aanbiedingen op gehad en toen ik dus hoorde over deze vernielde Toeterix en de actie dus eigenlijk ondernomen wordt om deze Toeterix weer compleet te krijgen, dacht ik, waarom deze die ik nu naar thuis heb liggen niet aan Toby Ricks gegeven, mits die dus te gebruiken zijn. Als ze niet te gebruiken zijn, dan... Ik heb het al gehoord en hoe. Dolga, alsjeblieft. Dankjewel. Doe er iets moois mee. Dankjewel. Dag Herman en veel sterkte, Toby Ricks. Dankjewel. Dat laatste stukje hebben ze er niet achter gezet. Jammer, dat was heel kort. Toen waren ze al snel in die tijd, in 1964, Berend Boudewijn voor de VARA-televisie. Toby kreeg 30 toeters en 40 koeienbellen. Platensuccessen bleven uit. Hij maakte ook 7 jaar geen plaat meer. In 1971 verscheen pas weer Toeterie en De Matador. In 1973 De Kikker en Bruggenwachter. Wij hoorden die platen helemaal niet. In 1974 met een beetje gezellig. Maak het een beetje gezellig, lieve mensen. Ik zou zo graag weer eens een jochie willen zijn. Maleventia werd opnieuw uitgebracht, gekoppeld aan De Ukuleleman. Dochter Marusha deed mee aan een single in 1977. De Purmer Boogie en De Glimwormpje. Dat was natuurlijk Gluwurmtje, een idyll van Paulienke. Ondanks het uitblijven van platensuccessen had Toby nog volop werk tijdens personeelsavonden en televisieshows. In 1977 ontving hij, net als de Dutchwing College Band, de Gouden Notenkraker voor zijn kleurrijke optreden, een verdienste voor de Nederlandse podia. Toby had ook een opname gemaakt met de Dutchwing College Band, de Silly Symphonie van Joop Stokkermans. In 1978 ook weer een single met medewerking van Marusha, de Klaxon Fever en de BB Boogie.
In de jaren 80 kreeg de carrière van Toby Ricks een nieuwe dimensie. Hier helemaal vergeten, maar wel triomfen in theaters en op televisie, vooral in Duitsland. Maar ook Frankrijk, Portugal, Noorwegen, Argentinië en zelfs China. En dan gebeurt er iets wonderlijks in 1984. Saxofonist-componist Willem Breuker, toch niet de man die zich er gemakkelijk van afmaakte, in de bruggen die hij legde tussen klassieke muziek en jazz. Hij trad vanaf 1974 op met zijn collectief. Hij zag iets in het instrumentarium van Toby Ricks. Als het festival ook een einde heeft, ja, een goed einde. En vielfach een wens bij Willem Breuker collectief en als gast Toby Ricks. Willem Breuker, u speelt regelmatig met Toby Ricks. Al vanaf 1984, 1985 treedt u samen op. Als u Toby Ricks in het kort moet typeren, wat zegt u dan? Een vreselijk aardige man. Een zeer benadigd muzikant. En met een muzikale benadering of... Waar ik heel goed mee uit de voeten kan, ja. Je hebt bepaalde fenomenen in de muziek. En als je die kunt opsporen, je kunt ermee samenwerken... dan moet je dat niet nalaten nemen, want daar leer je enorm veel van. Wat leert u nou van Toby Ricks? Hoe hij met de muziek omgaat. En de levensblijheid. Hoe hij er nog steeds mee omspringt. De collegialiteit... Maar aan de andere kant, ik vind het fenomeen veel interessanter, ja. Waarom en hoe en waarom maak je van kartonnen dozen of van vuilnisbakken... of weet ik veel wat voor onhandig materiaal, waarom maak je daar muziek mee? En waarom heb je daar zo'n uitgebreid repertoire mee? Wat zit daarachter? En ik hoef het eigenlijk niet eens te weten wat erachter zit. Ik vind het klinkend resultaat is natuurlijk veel belangrijker. En Toby is een fantastische performer. Dus hij heeft een enorm charisma ten opzichte van het publiek. Zowel voor jongen als... oudere mensen, ja. Het is,
is fenomenaal. Dus ik ben daar heel erg blij mee dat wij daar met enige regelmaat mee kunnen optreden. Toby Rix is een soort entertainer, een soort clowneske entertainer die met toeters en bellen dus muziek maakt. Dat is toch volstrekt anders dan wat u doet, hè? In de jazz en in de blues-achtige sfeer optredens verzorgen. Nou, dat weet ik niet. Ik ben ook al jarenlang bezig om in ieder geval muziek met theaterelementen te verbinden. En dus wat dat er gaat, zijn we geen vreemden van elkaar. Toby Rix, we staan hier in het Duitse Balve, waar op dit moment een jazzfestival plaatsvindt. En waar u straks samen met het Willem Breuken collectief mee optreedt. Doet u dat vaker, optreden met het Willem Breuken collectief op dit soort festivals? Ja, vrij geregeld, ja. Vrij geregeld. En wat is er zo aantrekkelijk aan om dit te doen? Ja, hoe moet ik zeggen? De sfeer is overal anders. Dit is wel een heel aparte sfeer, hè? Ja, want we zitten hier in een grot. Ja, je zit in een grot. Ja. Nou, waar werk je in een grot? Waar treed je op in een grot? En dat is hier. Dus dit is wel heel apart, ja. U speelt met allerlei instrumenten, samen met het Willem Breuken collectief. Ja. U heeft daar van die intermezzi. Ja, ik treed dus hier en daar in het programma. Het programma duurt, ik weet niet hoe lang of het duurt. 70 minuten. Hoe lang? 70 minuten. 70 minuten, oké. Okay. En daar doe ik het een en ander in. Wat? Dat weet ik straks pas. Mm-hmm. Maar ik neem aan, toeterix uiteraard. Mogelijk klarinet, dat weet ik niet. Mondharmonica, dat neem ik ook wel aan. Concertina gebruik ik erin. Dat zal ongeveer zo'n beetje zijn, denk ik. Wat is die fascinatie daarvoor, voor dat soort materiaal? Oh, dat is moeilijk. Hoe moet ik daar nou op antwoorden? Voor hetzelfde geld had u gewoon een trompet of een gitaar kunnen bespelen. Maar u speelt hele aparte dingen. Ja, nou ja, dat is, oh, wacht eens even. Ja, ik geloof dat ik het dan zo kan zeggen. Ik zie graag het clowneske van muziek. Vandaar, wat ik doe is clownesk. Ik ben geen clown, maar het is wel clownesk. Het is komisch. Ja, parodieën. Dat heb ik mijn leven lang gedaan met zingen en met spelen. En ja... Ik bespeel die instrumenten ook wel. En dan ook, laten we zeggen, volkomen verantwoord. Maar er komt altijd een tikkeltje of soms wel een boel clownerie bij. Toby Rix met Leo Siepe in 1992 voor het NOS-programma Een Leven Lang. Met het Willem Breuken collectief nam Toby Rix nummers op voor de CD Metropolis in 1989. Doina, Hora, een deel uit het trompetconcert van Joseph Haydn en I Want to Be Happy. In 1993 deed Rix mee aan de grote apenkopshow van Mark van der Poel en Ellen Schamhart. Hij had een grote xylofoonact. In 2002 maakte hij ook voor kinderen jazzvoorstellingen met het Willem Breuker collectief. Toby Rix overleed op 15 december 2017 in Beverwijk. U hoorde een portret over deze muzikale clowneske duizendpoot, samenstellingen en presentatie Koos Snel. Illustraties Erik van Balkum. Tot slot nog een uitspraak en een flart muziek. Maar als je dan ziet, dat zeg ik, ik kan voor jeugd werken voor 8 jaar. En ik heb het geluk, en dat wist ik ook niet van tevoren, dat kan ik wel zeggen, dat mijn werk tijdloos is. En het is nu door Willem Breuker eigenlijk, want het is zijn werk, bewezen. Want ik werk voor zijn publiek net zo makkelijk. Ik zou haast zeggen... nog makkelijker, nog liever dan voor het publiek dat me kent. Thank you.